De risicoanalyse. De risicoanalyse bestaat uit een aantal elementen. Het komt uit de industrie. De industrie heeft deze voor de ISO 9001 norm bedacht. En wij hebben deze norm natuurlijk een beetje vertaald. En werkbaar gemaakt voor de buitensportbranche, voor de activiteiten. De eerste breng je risico's op verschillende gebieden breng je duidelijk in beeld. Je omschrijft dus wat het risico kan zijn. En vervolgens heb je de beheersingsmaatregelen, wat jij doet als organisatie om die risico's te beperken. Risico's kun je nooit voor 100% uitsluiten, maar wel tot een acceptabel niveau brengen. Als het een acceptabel niveau is, dan komt er een A'tje achter te staan. En eigenlijk moet alles A zijn, want als het niet acceptabel is, dan kan de activiteit natuurlijk niet doorgaan. En vervolgens kijken we ook nog naar andere dingen. Andere dingen is natuurlijk de duur van de activiteit. Hoe langer een activiteit duurt, hoe meer risico er misschien aan verbonden is. We hebben denk aan ratio, dat is het aantal instructeurs op het aantal deelnemers. Het minimaal aantal instructeurs. Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je een tokkelactiviteit hebt, dat iemand moet zijn bij het inbinden en iemand bij het remmen moet zijn. Dan heb je minimaal 2 instructeurs heb je dan nodig. Maar denk bijvoorbeeld ook aan canyoningen. Dan mag een groep van 1-9 of 1-10. Zijn er 12 deelnemers, dan moeten er 2 instructeurs mee. Nou, dit zijn wel enkele voorbeelden hiervan. Nou, dit werk je allemaal uit. En wat belangrijk is, na die risicoanalyse, is dat je dan gaat inventariseren hoe je het gaat organiseren, welk materiaal je gaat gebruiken en op welk niveau de instructeurs opgeleid moeten worden. Want dat staat ook in het risicoanalyse formulier, van welk level eigenlijk nodig is van de instructeur, wat ook weer terug wordt gekoppeld bij de risicodocumenten, om die activiteit veilig te mogen geven. Is er wel of geen EHBO nodig, hè, of is er een BHV'er in de buurt, geef je allemaal aan op dit formulier. Succes bij het uitwerken ervan. Er staan veel voorbeelden bij ons op de website. Dat wil niet zeggen dat dat kant-en-klaar is wat je kunt gebruiken, want je zult het moeten screenen naar jouw situatie, van binnen jouw bedrijf. Je zult een aanpassing moeten doen, je kunt dingen weghalen wat niet van toepassing is, maar dat je hem een beetje aanpast. En alleen, we hebben het voorzetje in de meeste gevallen voor jou al gedaan. Succes met het uitwerken van de risicoanalyse.